ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'm a... Hey. Yo, leuk dat jullie kijken naar 3 Wild. We gaan het scherm vervangen, iets wat ik nog nooit heb gedaan. Maar ik heb er zin in. Ik heb een zijscherm besteld. Als het goed is, komt hij gewoon netjes overeen met dit gedeelte. Nou ben ik niet van plan het hele scherm te gaan gebruiken. Ik denk alleen dit stuk, maar dat gaan we zien. Laten we gaan proberen. Nou, dit is de onderkant, helaas. Ja. Soms hoop je dat iets beter is. Doe je niks aan. Dit moeten we allemaal nieuw gaan maken. Ah, kijk zo. Wat een ellende. Wat een ellende. Deze eraf halen. Dan gaan we dit openmaken. Voor het gedeelte waar we hem gaan doorhalen. Ook dit stuk moeten we gaan herstellen. Helaas. Zo, dit gaan we eruit slepen. Dit stuk gaan we ook nog weghalen. Dan kunnen we de dorpel aan de binnenkant gaan herstellen. Daarna gaan we de buitenkant opnieuw herstellen. En daarna gaan we opnieuw de body herstellen. Nou, nu hebben we genoeg ruimte om dit schoon te kunnen maken. Dit wordt weer gewoon een nieuw plaatje. Daarna gaan we een nieuwe buitenplaat maken. Ja, dat was hem. Perfect. Dat moet hem Yo, we zijn bij de Mercedes. Ik heb gisteren nog het laatste plaatje erin kunnen zetten. Zoals jullie hier zien, heb ik hier kunnen gladslijpen ook. Die moet alleen nog even geplameerd worden. Een beetje gespoten, een beetje bijgewerkt. Twee knietjes. Kom ik even kijken, knikkie. Ja.
We gaan nu beginnen aan het binnenpaneel hier zo. Dan kunnen we daarna de buitenkant die ik al ongeveer voorbereid heb erop maken. En spuiten en APK om de binnenkant er toch mooi in te krijgen om te weten waar je moet komen. Zal ik deze plaat nu moeten vastlassen. Ik ga hem hier een puntje geven. Ik ga hem hier in de hoek een puntje geven. En ik ga hem hier onder een puntje geven. Zodat het een beetje vast zit. Dan ga ik vanaf de binnenkant werken. Dan maken we de hele binnenkant. Dan trekken we deze weer los. De binnenkant aflassen. En dan klaar. Nou, ik heb de binnenplaat helemaal af. Het is lastig te filmen, dus ik heb het ook maar niet gefilmd. Hier zit het plaatje. Zoals jullie zien, ik heb hem onder vastgebakken en boven vastgebakken. Nu ga ik de buitenkant weer losmaken. De binnenkant aflassen en dan kan deze weer terug. Nou, voor zover laat ik het hierbij. De verf moet drogen. Ik heb hem even in de primer gezet, zoals jullie kunnen zien. De binnenkant, hè, zodat de binnenkant niet opnieuw kan gaan roesten bij vocht. Dan gaan we weer bij het kapje plaatsen, gewoon wat stukjes schoonmaken. Dan lassen we weer. Maar zo voorkom je in ieder geval dat grote oppervlakte gaan roesten. Dus er zit niks anders op dan wachten. Nou, dat was het Dreambeeld weer voor vandaag. Ja, de lak moet drogen, dus we kunnen niet verder. Dat wordt morgen weer. Vergeet even niet te abonneren op ons kanaal. Check onze Insta, apenstaartje 307. Doe ervan, vind ik leuk je. Je helpt ons enorm. En check jullie later.